Zo, lieve mensen. Hop. Weer naar de gym geweest. Lekker. Hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Daar ben ik weer. Zondagmorgen vlog. Papa. Heerlijk eventjes deze gymmen. Ik had het samen met mijn vrouw gedaan, die zit hier naast, maar die wil niet in beeld. Dus maar dat geeft niet, we zijn in ieder geval lekker samen bezig geweest. Vandaag geen voetballen omdat het carnaval is. We hadden wel het mazzel dat wij geen NL-wedstrijd hadden, anders was dat vandaag ook geweest. Maar goed, dat hebben we dus niet. En vandaar konden we iets later gaan gymmen. Dus, en het was lekker. Het was heel erg lekker. Maar morgen beginnen met de nieuwe locatie. Bij Coa. Waar ik ben gaan werken natuurlijk. En dat gaan we morgen beleven hoe dat het in zijn werk gaat. Het is wel iedere keer een stukje rijden naar Oschot. Maar dat gaat helemaal goed komen. Uiteindelijk is het belangrijk dat de vastigheid erin komt. En zoals ik al een keer gezegd heb, als je boven formatief geplaatst bent, heb je kans dat je of geplaatst wordt door het COA bij een locatie op anderhalf uur reisafstand. Oké, en dan kun je zeggen, ja, het is een half uurtje langer dan wat je nu hebt, maar toch. Dan wordt het een ander verhaal. Dus bij deze. Bekerwedstrijd, afgelopen donderdag. SDOUC, Seduce of iets dergelijks, weet ik wat daarvoor. Uit Ulft, verslagen, 6-1, yes. Appeltje eitje zullen we zeggen, ja, niet helemaal. Maar het was wel een duidelijke klassenverschil. Het was een derde klasser. We hoeven niet altijd wat te zeggen. Kijk maar naar Hercules en Ajax. Er zit ook behoorlijk wat klassen tussen en heeft Hercules toch ook gewonnen. Dus het is altijd wel even vervelend en lastig om tegen zo'n ploeg te moeten spelen. Je moet uiteindelijk de doelpunten gaan maken en als dat goed gaat, dan. Dat is helemaal prima. We hadden één stukje. Dan hadden we 2-0. En toen kwamen we beginnen met de 2-1. Die kwam er relatief. Nou, niet snel, maar relatief snel achteraan. Maar binnen een minuut hadden we alweer 3-1. Dus het was een mooie goal van Calito. Nou, Job die had er al 2-1 gemaakt. 2-1 gelegd. Ook leuke goals trouwens. Dus het waren eigenlijk gewoon allemaal gewoon prima doelpunten die we gemaakt hadden. Dus er was niks op tegen. Maar dat. Dat is een beetje wat er afgelopen dinsdag of donderdag is gebeurd. Nou, we gaan kijken wat dan de komende loting gaat worden. Tegen wie we gaan spelen. Nou, naarmate je natuurlijk verder komt, komen er als het beter mee zit, betere wedstrijden. Maar ook het risico dat je uiteindelijk verder weg moet. Goed, het zij zo. We zullen wel afwachten. Oh. En voor de rest, geen carnaval. Wij hebben daar niet zo. Het stomme ervan is, vroeger had ik daar wel. Vroeger hadden we, mijn vrouw en ik, hadden daar eigenlijk best wel. We gingen best wel carnaval vieren, maar. Ja, ik weet niet, op een of andere manier is dat een beetje eruit. En nou is dat niet zo aan de hand. De kinderen wel, overigens. Die zijn druk bezig met carnaval vieren. Dus die gaan lekker in gang. En wij lekker gezellig thuis. Toch? Ja. Nou, zijn we bijna thuis. Het is nog net ochtend. Natuurlijk heb ik vandaag uitgeslapen omdat wij vandaag dus inderdaad samen zijn gaan sporten. Normaal gesproken is het altijd dat ik vroeg ga. Nou, deze keer had ik de planning om dat maar niet te doen. Nou, gewoon een beetje uitslapen of zo, dan uiteindelijk zijn gaan sporten. Dus dat is dan ook weer gefixt. Zoals ik al zeg. Oeh, joepie, joh. Eventjes. Hey, wat is dat nou? Wat is dat nou? Niet helemaal correct. Maar ik ga even opvangen.
Zo, en hij staat. Goed. Mijn vrouw die gaat gewoon naar binnen toe. Ik ga hiermee stoppen. Ik zeg van tot de volgende keer. Even duimpje omhoog, even abonneer op dit kanaal. En zie je de volgende week weer terug. Ik zeg tot de volgende keer. Toppie. Doeg. Ciao.